luisteren en kijken en huiveren en schreeuwen van geluk, denk ik. Ze zijn er op geweest. Goed. Nou, er is een man die is al 14. Bart de Kleuver, vraag aan de stuur. Doe je ding. Kopje zit er vooronder. Ik denk dat daar de koppelingen niet prettig zijn. De koppeling was er niet helemaal. Zou nou de koppeling eruit gereden worden? We zagen de vonken onder de voorraads vandaan. Ja. En volgens mij zit daar ook iets die de aandrijving een beetje op gang helpt. En vooral dat hij gaat rijden. En ik zou zeggen, ga een keer terug proberen nog een keer. Of ik zou zeggen, nou een oefening. Maar goed, ik weet het niet. Maar dit, op zich, vonken zijn wel mooi. Doe dat ze een beetje rond die 100 meter, weet je. Maar dat tenminste was. Ja, en ik denk dat de meeste sport, supersport, gouden koppelingen ook rood als hij staat. Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ja, maar dit komt goed, dit komt goed, ik weet zeker. Wat? Goed, in ieder geval, mijn vermoeden is dat de ketting wordt strak getrokken weer. En we gaan één keer proberen, maar hij doet die andere jongen wel, hè? Laat het beste op. Nou, is er dan morgen nog een puntenwedstrijd, Gert Veldhuizen? Is er morgen nog een puntenwedstrijd? Oh, dus in principe ben je morgen niet zat om die koppeling te vernieuwen. Vanaf die te lang doorzuiven, morgen dingen aan elkaar, morgen gaan we dus vernieuwen. Ja, maar hij moet ook wiegen nog, hè, vandaag.